Dames en heren, hartelijk welkom bij de laatste aflevering van Operatie Interview seizoen 3. Zelden was een programma zo snel uitverkocht toen wij bekendmaakten dat de gast van vanavond, van vanmiddag moet ik zeggen, onze gast is. Over onze gast gesproken. Die zit achter die deur. Als u een beetje meewerkt gaan we die met een ovationeel applaus direct naar binnen halen. Maar wat niet onbelangrijk is, achter die deur in de aanpalende ruimte zitten de drie geheime journalisten. Enige wedstrijdspanning was voelbaar toen ik er net nog even ging kijken. Zij kijken op dit moment mee via een scherm. Zij horen en zien alles wat hier gebeurt. En u bent daar direct allemaal live getuige van. Geen tijd te verliezen. Hoog tijd om onze gast binnen te halen. En gaan we beginnen met het programma Operatie Interview. Dames en heren, onze gast werd geboren in Rijswijk. Studeerde in Utrecht, Cairo, Exeter en Oxford. En aan het begin van haar buitengewoon carrière werkte zij voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en in Londen voor Shell. Ze werkte daarna als diplomaat voor de Verenigde Naties en deed landen aan als Jeruzalem, Beirut, Nairobi en New York. Ze leidde de missie tegen de chemische wapens in Syrië en kreeg daarbij de bijnaam de Dutch Iron Lady. Ze spreekt 6 talen vloeiend. Ze is getrouwd met de voormalig Palestijns ambassadeur in Zwitserland. In 2017 keerde zij terug naar Nederland om minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te worden in het kabinet Rutte III. Een onwaarschijnlijke eer en genoegen om u te mogen aankondigen. Dames en heren, de minister zelf, Sigrid Kaag. Dank u wel. Ja, we waren snel uitverkocht. Kon u het horen dat ik het zei? Nee. Toen we u op de website zetten, was het snel gebeurd. Het kan veel betekenen. Ik wil echt met u even beginnen naar iets waar u mij even aan herinnerde vlak voordat we opkwamen. U zei, ik ken u ergens van, tegen mij. Dat is niet zo ingewikkeld. We hebben elkaar 1 keer ontmoet en het was op een D66-congres. En toen was daar een variant van De Wereld Draait Door. En het punt was dat u mijn tafeldame was. Mm-hmm. Maar u kwam wat later aan dan de bedoeling was. Dus ik had eigenlijk nog 1 minuut om u even te instrueren eigenlijk. En ik zei, nou, laten we niet te ingewikkeld maken. U bent gewoon de tafeldame van De Wereld Draait Door. Dus u mag eigenlijk doen en laten wat u wil. En u keek enigszins begripvol naar mij. En toen we vlak bij het podium waren, zei u... Dat programma De Wereld Draait Door, wat is dat precies? Kunt u het weer herinneren? Ja, nu weet ik het heel goed. Ik was een beetje bang dat ik helemaal niet wist waar het over ging. En iedereen begreep duidelijk wel hoe het was, De Wereld Draait Door. En ik zat daar te denken, mijn god, heb ik het ooit gezien? Op vakantie, in een weekendje? Ja. Ik probeerde die minuut te gebruiken dat ik een soort flashback zou krijgen. Ja. Maar die kwam maar niet. Nee. Maar... Het bijzondere aan is dat ik daar wel deelgenoot van werd. Maar niemand had dat gemerkt aan u. Maar het gaf me een soort gevoel van verwarring, maar ook van verfrissing eigenlijk wel. Kunt u dat voorstellen? Ja, maar nou ja, aan de ene kant kan je natuurlijk denken... iemand die toen al over de 50 was van... mijn god, heeft hij nooit De Wereld Draait Door gezien? Dat is natuurlijk één ding. Het andere misschien het verfrissende... dat je verwacht van iemand die actief is op nationaal of internationaal niveau... dat ze dat wel weten of dat ze het net even gegoogeld hebben. Wat ik natuurlijk had moeten doen, ik had even moeten googelen. Okay. Maar ja. Okay. Er zat ook een verfrissend element in, hè? Dat meld ik u. Ik wil even met u... U bent natuurlijk een enorme carrière als diplomaat. Gaf u als diplomaat veel interviews? Ja, bij sommigen. Altijd wel, op alle functies. Maar het viel natuurlijk nooit op in Nederland, want men kende mij niet. En dan wordt het niet gevolgd. En bovendien, het was of in de regio of toch lokaal, om het zo maar te noemen. Terwijl op de Syrië-missie heb ik heel veel interviews gedaan. En toen eigenlijk, met name internationaal, had ik ook momenten dat ik eigenlijk soms 's nachts ook werd gebeld. Bijvoorbeeld door... Nederlandse radio of dit of dat. Ik had op een gegeven moment de fout begaan iedereen mijn directe nummer te geven. En toen werd ik op een gegeven moment, alles wat er in Syrië gebeurde, werd ik uit mijn bed gebeld. Ook toen de missie al lang klaar was. Dat ik iedere keer moest zeggen, nee, dat ben ik niet. Iemand anders doet het nu. Nu als minister hoort dat erbij. Ja. Wat is uw relatie tot het interview? Is dat een soort vervelende bijkomstigheid van het ministerschap? Oh, ik vind, omdat ik het misschien al die jaren al gewend ben af en aan. In Nederland is het natuurlijk anders, want men kijkt veel meer in je leven mee. Ja. Het gaat vaak, mijns inziens, soms minder over de inhoud, waar ik het graag over heb. En meer van, hoe voelt u zich nou en hoe ervaarde u dat nou? Begin natuurlijk bij aankomst ging het eigenlijk alleen maar over mijn man. In het zogenaamd hele geëmancipeerde Nederland. Veel van de haat en de focus ging over man... En dan zeg je, oh ja, en zij is minister. Dus denk je ook van, ja, Nederland, 21e eeuw, waar hebben we het over? Dus ik moet zeggen, er was een soort blessure, wat mij betreft, emotioneel. Dat je een verwarring. En je moet dan ook tegenharden. Een beetje wat eelt weer op je ziel krijgen. Nou, die heb ik dan wel, denk ik. Maar u beschrijft ongeveer wel een beeld van een soort journalistieke kleinburgerlijkheid in Nederland... waar u tegenaan loopt. Dat zijn uw woorden. Ja. Maar ja, weet je, Nederland blijft inderdaad wat dat betreft... aan de ene kant zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig in de wereld om ons heen... maar we hebben tegelijkertijd ook vaak, merk ik weer, heel veel meningen... en dan is het steeds minder, lijkt het wel gestoeld te zijn... op een beetje feiten, een beetje analyse... en een beetje voorzichtigheid voor je tot een oordeel komt. Ja. Kunt u wel zich helemaal overgeven aan de interview... dat u echt de interviewer totaal vertrouwt? Of blijft er altijd een gereserveerdheid? Even denken. Ik heb er wel een paar gegeven rond 2014, 2015. Iemand... Voor uw ministerschap dus? Ja. Ja. 2015 John Schorel, geloof ik, van de Volkskrant bijvoorbeeld. Hangt van het gesprek af. En hangt ook van het thema af, waarvan je weet dat het erover zal gaan. Ik denk dat ik altijd een beetje op mijn kievieven blijf. Maar dit wil niet zeggen... dat ik daarmee niet de dingen ga zeggen waarvan ik denk dat het gezegd moet worden. Oké. Nou, is het in die zin spannend, want u staat ook bekend als iemand die punctueel is in voorbereidingen. Wij kregen een wat alarmerend belletje van uw voorlichter. Die vroeg, moet ze nou eigenlijk alle cijfers van de operatie in Mali paraat hebben in dat interview? Oh, dat is zijn vraag. Maar... Ja, die was niet door u ingestoken, begrijp ik. Nee. Ja, maar hoe vindt u het nu in een interviewsetting te komen... waarin u dus niets kan voorbereiden, niet weet wie u tegenover u krijgt? Ik ben een beetje nerveus. Ja. En ik heb ook al weken liep ik te melden dat ik dacht dat ik... maar dat heb ik wel vaker hoor. Bij, ik zou maar zeggen, ook wat serieuzere momenten. Dat ik denk van, ik heb te snel ja gezegd. Ik had het niet moeten doen. Dit was weer heel dom. Hier ga ik enorme spijt van krijgen. Ja. Ja. Ik denk dat het mee gaat vallen. Heel even, ik zal even die titel, de Dutch Iron Lady. Is dat een eretitel waar u mee overweg kan? Ja, weet je, hij is vaak anders geïnterpreteerd dan die mij was toegekend, tussen aanhalingstekens. Het kwam van de Syrische chauffeurs af van de chemische wapenmissie. Die zagen mij altijd op een maand af aan het hele land doorkrossen. Uit New York landen en dan weer meteen het veld in of voor hoge gesprekken in Damascus zelf. En die vroegen zich altijd af wanneer ik sliep of wanneer ik tijd had om te rusten. Dus toen zeiden ze altijd over mij op hele complimenteuze wijze... nou, ze moet eigenlijk een ijzeren gestel hebben. Daar kwam het op neer. Ah. Maar natuurlijk internationaal met Newsweek en anderen... die hebben dat vertaald als een soort Iron Lady... want de verklaarde chemische wapens van het regime zijn het land uit, vernietigd. Dus het kreeg een hele eigen mening. Het was niet eens over emotie of gebrek aan emotie. Even dan toch de actualiteit. Wat vindt de Dutch Iron Lady van het nieuws vanochtend... dat Mark Rutte bekendmaakte dat Trump waarschijnlijk naar Nederland komt? Want was u enthousiast? Nou ja, het was geen verrassing voor mij. Nee, u was... Hij heeft daar gezegd wat u hem had verteld. Ik was eigenlijk blij. Ik had het vorige week bij Wakker Nederland. Ja. Had ik daaraan gerefereerd op hele indirecte wijze. Ik zei, nou, dat kan misschien de komende maanden komen. En toen zei mijn woordvoerder daarna inderdaad... ja, maar dit is nog helemaal niet bekend. En ik dacht dus dat het al iets daar was doorgekomen... Ik was eigenlijk blij dat hij vanochtend zei dat het eventueel mogelijk is... want dan was mijn verspreking rechtgezet. Bij deze. Ja. Heel goed. Wij moeten altijd even de standaardvragen, die ga ik ook aan u stellen... wie hoopt u dat er door de deur gaat komen zo direct? Oei. Ik heb er niet over nagedacht. Er zijn meer mensen waarvan ik denk, ik hoop niet dat zij het zijn. Maar dat ga ik niet zeggen. Dat is logischerwijs mijn tweede vraag. Ja? Nee, wie hoopt u dat er nou echt niet door de deur komt zo direct? Nee, dat kan ik niet zeggen. Ja. Maar u heeft wel een lijstje in uw hoofd volgens mij, hè? Ja. Nou, we gaan kijken of we u gaan verrassen, want ik ga u meenemen naar de operatiekamer. Kom mee. Ja, bedankt. Kijk aan. Dat is hier. En ik ga u op die stoel zetten. Deze toch? Ja. Met de muziek, dacht ik. Met muziek. Ja. We begrepen via uw voorlichting dat Jan Smit, van waren we enorm door verrast. Ja, goed hè? Ja, is niet waar, want we hebben, is niet helemaal waar, want we hebben gewoon Bach voor u gesteld. Dat wist ik wel. Dat wist u wel, oké. Ja? Oké. Goed, dames en heren, dat is toch een spannend moment. Want ik ga nu de 3 geheime journalisten die mee hebben gekeken... en nu als het goed is hier achter de deur staan... daar mag u gewoon keihard voor applaudisseren, dat hoort en ziet zij toch niet. Dames en heren, de eerste die ik heel graag met uw applaus naar binnen wil halen... is de man die presentators bij RTLZ, daar ook columns schrijft... dames en heren, Roderick Veelo. De tweede die ik naar binnen haal was jarenlang de politiek duider bij Nieuwsuur. Schrijft politiek thrillers, maar is nu vooral bekend. En ik zie de voorlichter, want dat is een oud-collega van haar. Dames en heren, chef Haagse politiek NOS, Dominique van der Heijden. De laatste man is een absolute duizendpoot. Won de Libris Literatuurprijs. Schrijft essays, columns, reportages. Dames en heren, Abdelkader Benali. En? Je bent mee zitten kijken. Ja. En? Ja, dat wordt een hele kluif. Ja. Je zit eigenlijk in die zin ook op de volgorde. Want we gaan direct beginnen met jou, Roderick, daarna Dominique en daarna Abdel. Dit is het moment dat jullie aan mij en vooral aan deze mensen gaan vertellen wat jullie gaan doen en hoe je het gaat doen. Roderick, begin bij jou. Nou, het kwam al een beetje naar voren in het voorgesprek met jou. Dat ze niet weet wat De Wereld Draait Door was. Dat weet ze inmiddels wel. Maar mijn idee is dat ze de afgelopen 2 jaar... Mijn vraag is dit een hernieuwde kennismaking met Nederland? En weet ze eigenlijk wel wat er leeft onder de bevolking? Ze heeft 30 september vorig jaar heeft ze een mooie lezing gegeven, de Abel Hertzberg-lezing. En daarin maakt ze zich zorgen over het populisme in Nederland en Europa. En mijn kernvraag is eigenlijk of zij wel weet waarom zoveel mensen neigen om op die partijen te stemmen. Dus weet zij wat er leeft in de samenleving? En is zij op de hoogte van wat er dus speelt onder de mensen en waarom zij straks die populistische partijen bij de Europese verkiezingen komende week weer hoge ogen gaan gooien. En hoe ga je dat aanpakken? Nou, ik begin natuurlijk eerst om te vragen. Ik wil weten hoe zij is ingebed in de Nederlandse samenleving in die 2 jaar. Dat moet een stoomcursus zijn geweest. Aan de andere kant is zij natuurlijk ze is ook minister voor Buitenlandse Handel, dus is veel in het buitenland. Dus ik wil eerst even op een rustige toon gaan vragen hoe ze zich ingebed voelt in die Nederlandse samenleving. En vervolgens moet ik toch wel echt weten of zij weet wat er leeft. Of ze weet waarom mensen op die partijen stemmen. Maar jij stelt echt dus grote vraagtekens of ze wel daar genoeg geworteld is en dat ook voelt. Maar ik heb daar twijfels bij. Ja. En hoe uitzicht dat dan als het gaat om de doelstelling van jouw gesprek? Wanneer is het voor jou succesvol verlopen? Nou, als zij toegeeft dat ze toch niet helemaal in de gaten heeft wat er speelt. En dat allemaal 12 minuten. Ben jij nou, want ik volg jou met veel plezier, ook je interviews, jouw wandeling in Den Haag met politici. Je bent vaak, je durft hard te zijn, maar je tone of voice is vaak zachtjes, rustig. Ja. Dat is spannend, vind ik, bij jou als interviewer. Hoe ga je dat inzetten? Ja, ik begin dus rustig en vriendelijk. Ja. En daarna moet het harder. Ja. Ja. En gaan we dat merken ook in toonhoogte of dat je fysiek wat dichter naar voren? Nou ja, ik denk het wel. Ik denk als zij zich, als zij aan de oppervlakte blijft, dan wordt het vervelend, vind ik. Want dan krijgen we geen antwoorden. Dan wordt het publiek ook niet wijzer. Dus, dus dan word ik, dan wordt het misschien wel onaangenaam. Ja. Dus je schuwt, je gaat zo hard voor die doelstelling dat een ongemakkelijk momentje niet geschuwd wordt. Nee. Goed. We kijken met belangstelling uit. Dominique, jij bent als tweede zo direct. Ja, ik kan hier denk ik prima op voortborduren. Kijk, ik... Behalve dat onaangename, denk ik. Want ik wil echt proberen om dichter bij Sigrid te komen. Hè. Normaal gezien zou ik mensen niet tutoyeren. Dan ga ik toch bij haar wel vragen aan haar of ze dat goed vindt. Kijk, zij laat boven de markt hangen. Op dit moment in alle interviews, ik heb een heleboel teruggekeken en teruggelezen, laten echt boven de markt hangen dat ze eventueel ervoor in zou zijn om partijleider van D66 te worden. En ik kan je één ding vertellen, ik geloof er helemaal niks van. Oh. Ik geloof echt niet dat Nederland haar in voldoende mate interesseert om dat te gaan doen. Dus wat ik eigenlijk wil proberen is kijken of ze mij, zonder dat ze het zelf in de gaten heeft, wil overtuigen of kan overtuigen van het feit dat ze dat misschien toch echt wel zou willen. En volgens mij, de benepenheid, dat zijn mijn woorden, maar die kwam al een klein beetje net langs hè, in het voorgesprek. De benepenheid? Nou ja, misschien de kleinburger, dat het type vragen wat ze hier krijgt of het type gesprek. Ja, ze wil heel graag over de inhoud praten. Ja. Maar ja, we gaan hier natuurlijk niet een heel exposé over wat er op dit moment in Jemen en Saoedi-Arabië en zo. Dat is allemaal hartstikke leuk en interessant. Maar we willen nu echt natuurlijk, alle mensen hier willen volgens mij weten, wie is zij nou echt? Wat is haar doel in de politiek? En heeft ze dat er ook voor over om dat in Nederland, in dat toch in zichzelf gekeerde Nederland te gaan doen? Of is dit een opstapje voor een grote springplank om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden? Ik zeg maar wat. Maar nou heb jij natuurlijk in jouw lange politieke carrière, heb jij natuurlijk verschillende bewindspersonen gehad die op duizenden verschillende manieren uitleggen dat ze het nu niet aan de orde is. ben hartstikke blij met mijn werk. Hè? Allemaal van die omtrekkende... Nee, dat krijgen we allemaal. Het is niet aan de orde. Ja. De mens wikt, God beschikt, gaan we horen. Ik hoef ook niet nu over na te denken, het is niet aan de orde. Nou, als ze dat ook echt overtuigd vertelt, dan gaan we er gewoon een handje helpen. Ga ik een handje helpen om erover na te denken of ze het echt zou willen of niet. Service Dominique van der Heijden. Ja. Dank, we gaan ernaar uitkijken. Ja, Abdel, jij hebt natuurlijk een totaal andere manier van journalistiek en interviewen. Neem ons mee, wat ga je doen? Ja, nou, ik ben ingevlogen voor deze middag. Er was een afzegging. Onbegrijpelijk. En toen ik hoorde dat ik Sigrid Kaag mocht interviewen, dacht ik meteen... Nou, wat een grote eer, want het is een vrouw die ik fascinerend vind. Ja? Ja, fascinerend, ja. Omdat ik er niks van snap. Omdat ik niet snap waarom zij terugkomt naar Nederland. Ik vind dat ze haar hoofd in een strop doet. Zij komt van een hele hoge diplomatieke carrière. Ze heeft volgens mij een fantastisch leven. Zowel professioneel als privé. En dan komt ze naar het benepen Nederland, waar je eigenlijk alleen maar kan verliezen. Ik kan haar uitleggen als iemand met een etnische achtergrond hoe gevaarlijk dat is. Nou, dus ik ga haar dus niet interviewen, maar ik ga het haar uitleggen. Dat ze eigenlijk, en je eindigt met de vraag, deelt u deze analyse? Dat ze met deze mensen hier naast me, kom je er niet. Nee. Ik wil haar wakker schudden. Ik wil dat het een gezellig gesprek wordt. Maar dat ze ijskoud weggaat. Ja. Oké. Nou ja, nee, maar tot mijn grootste heb ik jou vaak aan het werk gezien. Maar jij bent ook iemand... Voor jou is contact maken cruciaal. Ja. En dus er moet ergens echt een contact zijn. Want dat moet in die eerste paar minuten geschieden. Hoe ga je dat doen? Ja, liever interview ik politici niet, omdat het namelijk nooit over contact gaat. Ja. Ik wil dat het een gezellig gesprek wordt. Oké. Dus het zal gaan over huisje, boompje, beestje. Oké. Over de gezelligheid thuis. En of ze die gezelligheid van Oost-Jeruzalem hier ook heeft. En als ze dat niet heeft, dan zal ik haar aanraden om toch die koffers te pakken. Ja. Oké. Ja? Ja. Ja, want anders dan zie ik het gewoon... Maar als, je zit er vrij met een duidelijke invalshoek in, kunnen we wel stellen. Maar laat je ook ruimte om je te laten overtuigen? Dus heeft zij ook ruimte in dat gesprek met jou? Om... Nee. Zo'n interview. Ik denk namelijk, als ik haar die ruimte bied... Dan krijg ik weer die nieuwspeak van Den Haag. En daar wil ik niet. Oké. Nou, ze komt wel antwoord. Ja, ze komt aan het doen. Is dat zo? Ik weet niet. Je gaat er een 12 minuten college geven gewoon. Nou ja, ik wil wel dat ze er gewoon beseft in wat voor land ze leeft in 2019. Goed, we gaan het meemaken. U heeft in ieder geval meegekregen dat er 3 totaal verschillende interviews gaan worden. Roderick,